Sorry, Jansma, we staan in de gemeente Medemblik, in de kern Medemblik. Ja. Vooral met de bedrijven op de achtergrond in de Nieuwstraat. Glasvezel. Wat is zo belangrijk dat er glasvezel komt in de gemeente Medemblik? Nou, ik denk dat het goed is om te weten dat wij als Delta Fiber Netwerk eigenlijk ons een doel hebben gezet om, gesteld om in Nederland eigenlijk het netwerk van de toekomst aan te leggen, namelijk het glasvezelnetwerk. Dat doen wij al meer dan 10 jaar. En we zijn eigenlijk in het buitengebied daarin gestart. En nu richten wij ons ook sinds de laatste jaren eigenlijk op de kernen. En zo zijn wij ook terechtgekomen in de gemeente Medemblik, waar wij in principe van plan zijn bij voldoende interesse alle kernen van Medemblik te voorzien van een glasvezelnetwerk. Het komt een beetje uit Zeeland vandaan, hè, Delta? Delta komt vanuit Zeeland, maar Delta Fiber Netwerk, dus als het gaat echt om het netwerk, degene die het netwerk aanlegt en bouwt, dan komen wij eigenlijk voort uit glasvezel buitenaf. En dat is gestart eigenlijk in het oosten van het land. Dus zo ook hier in de gemeente Medemblik. En wij richten ons vooral op buitengebieden en kleinere kernen, dus niet op de grote steden. En hier in de gemeente Medemblik zitten heel veel kernen die niet al te groot zijn, waar wij ons op richten. Dus vandaar dat wij ook gekozen hebben om een glasvezelnetwerk hier bij voldoende interesse aan te leggen in Medemblik. Nou, als het gaat om glasvezel, dan legt Ziggo op dit moment geen glasvezelnetwerken aan. Dat doet wel, KPN doet dat wel. En KPN richt zich bijvoorbeeld heel erg op inderdaad wat grotere gebieden, maar ook op nieuwbouwwijken. Hoe gaat het op het ogenblik in de gemeente Medemblik? Jullie zijn gestart eigenlijk in Drechteland en dat is een groot succes geworden. Ja, we zijn hier in de omgeving gestart in de gemeente Drechteland. Daar hebben we eigenlijk vorig jaar onze glasvezelcampagne gehad. En zowel in het noordelijk deel als in het zuidelijk deel was voldoende interesse. Waardoor wij daar al aangekondigd hebben dat we gaan aanleggen. Maar we hebben ook al campagne gevoerd in het zuidwesten van de gemeente Medemblik. Dus om en nabij Wognum. En ook daarin hebben we al aangekondigd dat we daar sowieso glasvezel gaan aanleggen. Medemblik, dat is de grootste plaats. Ja. Hoe is daar de aanmelding? Op dit moment zitten we eigenlijk voor de plaats Medemblik, maar ook voor Amdijk en Wervershoofd nog een beetje in de beginfase van de campagne. En wat je daarin ziet is dat mensen eigenlijk eerst de informatie tot zich willen nemen. Er komen allerlei vragen. Daarvoor organiseren wij normaal in de gebieden zelf een informatieavond. Alleen helaas nu met de lockdown kan dat helaas niet. Dus volgende week hebben wij een online avond waar mensen zich voor kunnen aanmelden. En als straks de horeca weer open gaat, dan zullen we in februari ook kijken dat we nog alsnog hier ook fysiek aanwezig zijn. Wat ik zeg, mensen zijn vooral nu bezig met het vergaren van informatie. En het echt afsluiten van abonnementen zien wij meestal wat meer richting het einde van de campagne. En deze campagne hier in de omgeving Medemblik en Amdijk en Wervershoofd, die lopen tot 30 maart. 8 gigabytes, ja, is dat geschikt voor elke computer? Nou, op dit moment misschien nog niet. Maar wat ik zeg, wij leggen het netwerk aan niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Dus wij zorgen dat het netwerk ook gereed is voor de toekomst. Dus dat we ook daadwerkelijk, je ziet dat echt elk jaar de vraag naar bandbreedte steeds groter wordt. Dus dat we ook voor de toekomst klaar zijn om ook 8 gig upload en download snelheid aan te kunnen bieden. Er zijn meerdere aanbieders op het glasvezel. Welke aanbieders bieden jullie aan? Ja, wij zijn eigenlijk, ik ben zelf van Delta Fiber Netwerk. Dat is eigenlijk degene die het netwerk bouwt en beheert. Wij zijn een open netwerk. Dus hier in de campagne op dit moment doen er een aantal aanbieders mee. Dat zijn Delta, Kaiway, Online.nl, Helden van Nu en Multifiber. Dus er is altijd wat te kiezen. En daaraan volgend is natuurlijk, wat bieden ze aan zenders? Hoeveel zenders zijn er dadelijk K4? En hoeveel zenders zijn dat? Nou, op dit moment wordt er nog op niet... Op HD-niveau, hè? Ja, op dit moment bieden ze zenders aan op HD-niveau. Bijvoorbeeld de aanbieder Delta biedt al 100 zenders in HD-kwaliteit aan. Wij volgen natuurlijk op de voet de 4K-discussie en in hoeverre dat ook daadwerkelijk straks steeds meer aangeboden gaat worden. Op dit moment zijn dat nog niet heel veel zenders. Maar wij volgen dat en onder andere de televisieontvanger van Delta is ook al klaar om 4K te gaan
uitzenden als het zover mocht zijn. Maar alle zenders die normaliter uitgezonden worden, nu ook door KPN Ziggo, die kun je ook gewoon via glasvezel straks ontvangen. Is er enthousiasme binnen de kernen? Ik bedoel Andijk, Wervershoofd, nu Medeblik, ja, Wognum en Nibbikzou, daar hebben jullie al enigszins succes. Ja. En Zwaagdijk Oost, dat hoort er ook bij, Wervershoofd. We hebben de 9 kernen in het zuidwestelijk deel van Medeblik. Die zijn al aangekondigd. Daar gaan we inderdaad al aanleggen. En daar starten we ook straks al richting eind februari, begin maart. Gaat daar ook daadwerkelijk de aanleg starten. En de campagne nu loopt inderdaad in Wervershoofd-Andijk. En dan hier in Medeblik en wat kleine kernen hier nog omheen. Zoals Abbekerk, Opperdoes en dat soort zaken. Wij voeren op dit moment campagne in Wervershoofd-Andijk en hier in Medeblik en de kleine kernen hier om Medeblik. Dat is Abbekerk, Opperdoes, Lammertschaag, Twisk en nog eentje? Nee, Medeblik zelf natuurlijk. En we hebben campagne gevoerd in, ja, wij noemen dat Zuidwest, maar dat is alles rond Wognum. Dus Zwaagdijk Oost, Zwaagdijk West, Howard, Nibbikswoud, Midwoud, Oostwoud, Benningbroek. Dus dat hele stuk is al geweest en daar gaan we ook echt daadwerkelijk straks al starten met de aanleg. Hoe is de belangstelling in Medeblik? De belangstelling in Medeblik loopt eigenlijk gelijk met ongeveer wat er ook in Andijk en Wervershoofd gebeurt. En wat ik zeg, de mensen zijn nu nog in de fase dat we heel erg nog aan het informeren zijn. Dus volgende week hebben wij een online informatieavond om echt eigenlijk het hele verhaal aan iedereen nog een keer te vertellen. Dat doen we eigenlijk graag fysiek op locatie, maar helaas is dat nu niet mogelijk. We hopen in februari dan eventueel hier nog te kunnen komen om alsnog fysiek aan de mensen die nog vragen hebben dingen uit te leggen. Wat wel goed is om te vermelden, is dat ons glasvezel informatiepunt en hier in Medeblik en in Wervershoofd vanaf deze week weer open zijn. Dus als mensen vragen hebben over het abonnement of over glasvezel, kunnen ze altijd daar woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 terecht. Jullie hadden in Drechteland veel bestuurders van verenigingen hadden jullie benaderd. Ja. Doen jullie dat hier ook? Ja, dat doen we hier ook. Er zijn al een aantal verenigingen die al meedoen aan de campagne hier. En we zijn nog steeds met een aantal verenigingen ook in gesprek om te kijken of zij eventueel ook nog een bijdrage kunnen leveren. Tennisvereniging Atlas zit hier in de buurt en zij doen bijvoorbeeld ook mee. En dat betekent dat als je je aanmeldt via een vereniging, dan krijgt de vereniging €50 per aanmelding. En degene die zich dan via die vereniging heeft aangemeld, krijgt ook nog €25 cashback. Hoeveel zijn de mensen kwijt als ze alles in één doen? Dus telefoon, internet en televisie? Ja, nou dat is een beetje afhankelijk van wat voor pakket, hoeveel televisiezenders je kiest, welke snelheid internet je kiest. Wil je nog thuis bellen? Doe je dat veel? Of wil je gewoon per minuut betalen? Dat is een beetje afhankelijk. Maar over het algemeen, als je kijkt naar de prijzen, zijn ze niet hoger en soms zelfs lager dan dat van de aanbieders die je op dit moment hebt via KPN of via Ziggo.